Goedemorgen. Welkom op de boerderij van boer Tom. Tom is melkveehouder en verkoopt zijn melk aan een grote zuivelfabriek. Nou ja, zijn melk. Onze melk natuurlijk. Maar geen kwaad woord over Tom hoor. Hij is heel goed voor ons. Hij heeft de boerderij omgetoverd tot een 5-sterrenhotel. Speciaal voor mij en de andere dames. Al van jongs af aan krijgen we de beste zorg. De allerkleinsten hebben hun eigen ruimte. Hier leren ze op eigen benen te staan. Wie dorst heeft, kan op ieder moment vers en schoon water drinken. We kunnen de hele dag drinken, maar ook de hele dag eten. Dit is de Move, onze grootste vriend. Lekker hè, Clara? Dankzij deze hekken hebben we genoeg ruimte om te eten en verdringen we elkaar niet. Als beloning voor de goede service geven we boer Tom zoveel mogelijk melk als we kunnen. In de omgeving van ons 5-sterrenhotel kun je heerlijk wandelen of een plekje opzoeken om te relaxen. We hebben wel 5 voetbalvelden tot onze beschikking. Wat een ruimte, hè? Ah, dit is genieten, zeg. Het is goed voor onze vacht en voor onze doorbloeding. Ah, daar heb je Danny en Stefan. De zoontjes van boer Tom. Wat een schatjes. Zullen zij hun vader opvolgen? Als zij goed voor ons zijn, zijn wij goed voor hen. Schrijverstalinrichting. Met het oog op de toekomst.